Plein 44 in het centrum van Nijmegen is steeds vaker sprake van overlast door rondhangende jeugd. Volgens raadslid Paul Eigenhuizen van de partij voor Nijmegen.nu concentreert de overlast zich rondom fastfoodzaak KFC. Hij heeft inmiddels raadsvragen gesteld aan het college van BNB. Ondernemers en omwonenden beklagen zich al langer over harde muziek, toeteren, rondrijdende scooters, zingen, lallen, onnodig gas geven en het blokkeren van ingangen. En naar mening van Eigenhuizen lijkt dat steeds erger te worden en lijkt het ook dat er niets aan gedaan wordt. Vandaar dat hij nu besloten heeft raadsvragen te stellen.